Hey, vet dat je weer kijkt. Het is weer september, het is weer een lekker nazomeravondje. En ik zit hier zo klaar voor toch wel een van de grotere spektakels in de Nederlandse natuur. De edelhertenbronst. Ik ben alvast even avondje erop uit. Even kijken of er al wat gaat gebeuren. Er staat redelijk wat wind en het is nog warm, dus ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar misschien dat we nog verrast worden vanavond. En anders is het gewoon genieten met zo'n prachtig landschap achter je. Ben benieuwd, we gaan het meemaken. Terwijl achter mij de zon langzaam begint te zakken. Ik heb nog geen hert gezien. Kan, hè? Ik bedoel, die zitten nog lekker in het bos. Die komen er vanavond echt wel uit. En morgenochtend is er weer een kans, dus dan ga ik weer kijken. Dus ik ben heel benieuwd of ik dan wel die herten ga zien. Hopelijk nog een beetje burlend, met niet al te veel wind, dat ik daar niet zo'n last van heb. Fingers crossed. Zie je morgenochtend. En inmiddels is het weer lekker ochtend. Weer erop uit. Dit keer niet alleen, want hier, waar ben je? Ai! Dat is Arjan. En verderop daar, op een bankje, moet ik hem ook net even zien te vinden. Daar zit Martijn nog. En we zijn op zoek naar herten. We hebben ze gelukkig al weten te vinden. We hebben al een aantal gezien. Ook nu verderop staan we naar een roedeltje te kijken van een geweidrager met een hoop hinders. Dat is toch wel een van de grotere jongens. We hadden op dit veldje ook al een aantal kleinere herten gezien. Maar dat was toch wel, dat waren de wat mindere goden, om het zo te zeggen. Mooie beesten, maar die doen nog niet mee voor de brons. Wat brons betreft is het nog rustig. Er gebeurt nog niet heel veel. Het is, de herten die lopen wat rond, maar er wordt nog niet echt veel gebeurd. Maar het kan zomaar nog komen. En dit is wel heel vet hoor, ze een mooie bronsroedel vinden. Net de eerste burrel van het jaar op film. Alleen je gaat hem niet horen, want het was zo ver weg. Nou, sowieso, de wind staat verkeerd, dus dat betekent dat het geluid die kant op waait. Het is een metertje of 300-400 als het niet meer is. Ja, dat ging hem niet worden. Maar hij staat erop, hij trok zijn keel even open. Hij wilde even laten weten dat hij er was, die grote vent. Ze houden zich nog betrekkelijk rustig, vind ik.
het is nog een beetje rustig vanochtend. Of niet dan? Ja, zeker. Het is te rustig. Maar we gaan nou even kijken of we nog wat andere herten kunnen vinden. Het is, de brons is nog niet echt heel hard op gang, lijkt het. Wel al die gewijdragen een paar keer zien beurlen, maar dan was het. En dat was veel te ver om het überhaupt op te kunnen vangen. Dus misschien dat we nog wat moois gaan zien. En anders is het gewoon heel erg lekker zonnig weer. Hey, ik ook. Nou, lekker ochtendje. Herten lieten niet heel veel van zich horen helaas. En als ze dat deden, dan waren ze dusdanig ver. En dat het een beetje moeilijk te horen was, nietwaar? Zeker. Maar we hebben wel zwijnen gezien en damherten van heel dichtbij. Ja, Jury en ik. Martijn die was wat later. Maar al met al gelukkig nog wel het een en ander gezien. Dus dat was wel heel cool. En wel een lekker ochtendje zo. Hoop ik ook dat jij het leuk vond om mee te kijken. En zie je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei. Hey. Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer.